Ja, ik heb er gewoon helemaal zin in, dus ik ga jullie straks even meenemen. Oh. Kun je de namen opnoemen die we al hebben? Yes. Super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Als ik er een beetje moe uitziet, dat komt omdat ik ook best wel moe ben. We zouden namelijk verwaarloosde paarden gaan ophalen zometeen. Ik, Carlijn en mijn vader met de vrachtwagen en de trailer. Alleen toen werd aangeboden vanuit de mensen waar ze nu staan dat die ze wel met een veetransport wilden brengen. Die hebben namelijk zelf ook een transportbedrijf. Dus die zijn nu alles aan het opladen en die komen ze straks brengen. Dan worden de paarden naar Holsik gebracht in Enschede. En dan rijden wij nog een paar keer heen en weer met de trailer en met de vrachtwagen om een aantal paarden hierheen te brengen. De Shetlanders gaan natuurlijk in de wei. En er zitten twee merries met veulens bij, die komen ook hier naartoe. Dus die gaan we nog even ophalen, maar die moeten natuurlijk los in hun eentje in de trailer of in de vrachtwagen staan. Die kunnen niet met de twee naast elkaar. Dus dan halen we tussenschot trouwens, zodat merrie en veulen in de vrachtwagen kan. Dus het is echt super leuk. Het gaat om een groep van 14 paarden. Het zijn 4 Shetlanders, 1 ruitje en 3 merries. Nog 2 veulens, waarvan 1 sowieso een hengst en eentje is nog niet gechipt, maar we dachten dat het een merrie was. En dan dus nog, moet ik het even goed zeggen, want er stonden er 9, nog 7 merries. Waarvan er nog eentje drachtig is. Dat is ook echt super leuk. En ze zijn verwaarloosd geweest. En ik ga straks zoveel mogelijk voor jullie filmen. En ik zie de reacties eigenlijk al voorbij komen van, hè, ze zien er echt super goed uit. Dat vonden we ook. Alleen, ze staan nu al 4 maanden op de plek waar ze nu staan. Als tijdelijk opvangadres. Ze hebben 4 maanden lang dag en nacht op het gras gestaan. Dus ze zijn echt super mooi aangekomen. Ze zien er echt super goed uit. We zijn maandag namelijk bezig kijken toen het nog licht was. En ze waren super aanhankelijk en echt extreem lief. Dus ik denk echt dat dit hele leuke paardjes gaan zijn. Er zit één wat groter paardje bij. Ze hadden hem geschat op ongeveer 1,70. En de rest zit eigenlijk allemaal rond de 1,60. Dus qua maatje is ook echt super goed. En de leeftijden verschillen een beetje. Ik weet dat er 2 wat oudere Shetlanders bij zitten van 20 en 22. Ik heb het lijstje eigenlijk wel bij me, dus ik kan het net zo goed even oplezen. Dus we moeten straks even met de chipreader ook gaan kijken welk paspoort bij welk paard wordt. Want we hebben de paspoorten wel ingekeken. Dus we weten wel precies hoe oud ze zijn. Alhoewel er van heel veel duplicaten zijn aangevraagd of nieuwe paspoorten, waardoor de datum, waardoor de geboortedatum op 1 januari staat. Dus daar weten we eigenlijk nog steeds niks van. Maar ik heb wel in mijn notities staan, ik zal het even bijpakken, hoe oud ze zijn. Van wat we konden zien natuurlijk. Of een Dexie is aan het kijken naar de schaduw van de camera. Oké, voor zover ik het weet zal ik het even voor jullie oplezen. We hebben namelijk 4 Shetlanders. Eentje van 20, eentje van 22, eentje van 10 en eentje van 1,5. Als de paspoorten kloppen. En dan hebben we dus 8 paarden. Dat zijn er trouwens 9. Alleen het 1 veulen is bij hun geboren en die is nog niet gechipt. Dus vandaar dat we die nog niet hebben. Maar die telt dus wel mee. Dan hebben we een paardje van 16, van 8, van 11, van 1,5 jaar. Dat is het veulen die al wel gechipt was. En dan nog een veulen die iets jonger is. En de rest was allemaal geschat. En de schattingen zaten ongeveer tussen de 10 en 15 jaar oud. Dus op zich is dat qua leeftijd ook echt super. En ja, we zijn echt heel erg benieuwd. We zijn heel blij dat we ze mochten ophalen vandaag. En natuurlijk nog veel blijer dat ze aanboden om ze te brengen. Want anders waren we vandaag 2 keer heen en weer gereden. Ongeveer 1,5 heen, 1,5 terug. En morgen ook nog 2 keer om alles op te kunnen halen. Vandaag is mijn vader namelijk mee. Want Henk is een weekje weg. En Klein heeft geen trailerrijbewijs. Dus we zaten een beetje in de knoei met hoe gaan we die paarden ophalen. Dus we hadden gebeld. En aangezien ze dus zelf een transportbedrijf hebben, boden ze aan om de hele groep te brengen. We zouden eerst eigenlijk nu zelf heen rijden en dan de 2 merries met veulens inladen en hun de rest. Alleen ja, toen belden ze natuurlijk later met het idee van ja, we kunnen natuurlijk net zo goed in 1 keer alles meenemen. Dus ik en Klein gaan even straks alles op orde maken hier. Want we gaan een soort inloopstal maken weer van de Volte. Zodat we 1 merrie met veulen daar kan, dus genoeg ruimte hebben. De andere merrie met het veulen die komt in de voorste stal te staan, in de merriebox. Daar staat Verania nu, maar dat wordt dus even verplaatst. En dan hebben we nog een drachtige merrie, alleen we hebben op dit moment geen stallen meer, dus we moeten even kijken. Er staan wel weer super veel paarden ter adoptie. Ook een aantal die waarschijnlijk binnenkort wel weggaan, dus dat komt eigenlijk heel goed uit. Ik ga proberen van alles voor jullie te filmen. We moeten ook nog namen bedenken, dus ik heb al een vraagstekentje op Insta gezien. Ik denk dat jullie hem wel gezien hebben. We krijgen namelijk best wel de vraag waarom wij paarden anders noemen dan ze eigenlijk heten. En dit doen we alleen als we dus een groep verwaarloosde paarden binnenkrijgen. Van verwaarloosde paarden mogen we de naam niet zo houden zoals het was.
om, ja, weet je, mogelijke herkenning zoveel mogelijk te voorkomen. In dit geval heel veel paarden sowieso geen naam op het paspoort staan, waardoor ze nu genoemd zijn naar de laatste drie letters van het chipnummer. Dus we hebben een paard die 963 heet en 083. Dus daar moeten we natuurlijk nieuwe namen voor bedenken. Dus daar gaan we ook nog even over brainstormen. En we gaan dan wel vast de trainer en de vrachtwagen klaarmaken voor vanavond. Dat we wel gewoon één keer naar Holzen kunnen rijden of twee keer en dat het dan ook klaar is. Dus ik ben nu eigenlijk veel te vroeg op stal. Want ik ben vanochtend al naar school geweest en naar de dierenarts. Dus ik ben best wel heel erg moe. Mijn werk ging vrij vroeg en ik slaap natuurlijk ook wel vrij laat. Dus het is compleet mijn eigen schuld. Maar het zou eerst een echt super lang dagje worden. Want we zouden pas tegen 1:30 weer van de laatste ronde thuis zijn. Maar nu hoeven we dus niet meer heen en weer te rijden. Vandaag scheelt echt super veel tijd. Dus ik ben nu wat eerder op stal en dan ga ik nu eventjes wat dingetjes op stal doen. En dan ga ik jullie straks meenemen naar Holzen als ze aankomen en als we er wat meer over vertellen. Dus, zoals jullie misschien kunnen zien, zijn er nu mensen voor Rio aan het kijken. En ik vond het er best wel goed uitzien. Dus ik ben benieuwd of het gevoel bij dat meisje ook hetzelfde was. Ik heb net al eventjes een beetje chocolademelk gehad. Want het is echt super koud. Ik weet het, het voelt echt gewoon alsof ik hier kapot vries. Het zal wel overdreven zijn, maar zo voelt het wel. Dus ja, ik weet niet wat ik nu ga doen. Ik ga eens even kijken. Want we moeten nog best wel wat voorbereidingen doen. En ze zouden nu ongeveer wegrijden. Dus met een anderhalf uurtje zijn ze hier ook. Of in Enschede in ieder geval. Ik ben in ieder geval super benieuwd. Want het was even nog wel heel erg spannend of we de paarden wel of niet zouden kunnen ophalen. Daarom konden we hier in de vlog van maandag nog niet te veel over kwijt. Omdat, ja, mochten de paarden dus niet naar ons zouden zijn gekomen vandaag. Dan kunnen we daar natuurlijk niks over publiceren. Maar dat mag nu wel. Dus ik ben echt super benieuwd. Ik denk echt dat jullie het super leuk gaan vinden. Want wij waren echt verbaasd van hoe lief ze waren en hoe mooi en... Ja, ik heb er gewoon helemaal zin in. Dus ik ga jullie straks even meenemen. Ik ga even kijken wat ik nu ga doen, zoals ik al 10 keer heb verteld. En dan ga ik even kijken of ik nog wat meer voor jullie ga filmen. Dus ja. Ja, dan moet je doen. En er zijn vandaag mensen gekomen voor Rio. En Rio wordt volgende week gekeurd. En als het goed is, dan gaat hij weg. Bij een eigen dierenarts. Ja. Oh, oh. Pas op, jongens. Nee, Rio wordt volgende week gekeurd. En dan gaan die ook volgende week weg. Als het goed is. Dus we zijn heel benieuwd. En Nathalie gaat even in- en uitloopstal maken. Ik ga een poging doen tot. Want Klein heeft altijd leuke ideeën. Maar... Hallo, ik heb het eerder gedaan hoor. Altijd. Ja, dat zeg ik. Met die zwontank. Ja, maar dan moet ik het doen. Ja, met ik jouw touwtjes. Ja, maar met jouw touwtjes. Ik moet plassen. Ja, oké, ga jij maar plassen. Ik ga naar buiten. Nou, succes. Doei, hè? Doei. Moes en Lotte zijn de set onderwijs aan het doen. En ik ga hier dus een in- en uitloopstal maken naar die deur. En daar staat Velvet nu in. Oh, die haalt Klein er nu net uit. In ieder geval, dit wordt dus stal voor een van mijn merits met veulen. En ik ga even met touwtjes een soort van poging tot doen. Want ja, er zitten veulen bij en er gaat natuurlijk geen stroom op. Dus of het zit hout, dat weet ik niet. Maar het idee is leuk. Ik heb inmiddels even handschoenen aangehaald. Het is echt super koud. Jullie horen Benji, die is met een voerbal bezig. Oké, dit is de stand van zaken. Ik heb hier een touwtje, of eigenlijk het draadje wat bij de set onderbij hing. Daar, ik ga even inzoomen met handschoenen. Daar heb ik nu twee longeerlijnen neergelegd. Ik heb hem daar dus vastgemaakt aan de longeerlijn. En deze ga ik nog wel iets strakker maken zometeen. Maar dan zit het voor nu even, want ja, zoals jullie zien, dit oranje touw zit gewoon echt super los. En de achterkant, ik hoop dat hij even goed scherp stelt. Dat is zo'n eigenlijk heel simpel clipje. Die heb ik dus ja, eigenlijk vanaf onder hierop gedaan. En dan zul je misschien afvragen waarom, dat kan ik even laten zien. Kijk, het uiteinde zit hierboven. En op het moment dat je hem naar beneden drukt, komt eigenlijk hier het uiteinde naar voren. Dus dan gaat hij nooit los. Als ik hem andersom doe, gaat het uiteinde dus naar beneden. En dan ben ik bang dat hij... Oh. Dat is niet zo'n goede match. Dan ben ik bang dat ze hem er dus afhalen als zodra ze er een keer doorheen willen. Want nu als er iets druk op komt, dan kun je wel zien, dan komt hij eigenlijk standaard naar voren. Dus dit is top. Hier heb ik eigenlijk hetzelfde gedaan. Ik heb hier dit gewoon hier gedaan. Het past precies. Oh, even. Zo, dat past precies goed. En dit, ja, het is niet top. Ik ga even hier lopen. Maar ik heb in ieder geval een extra keer om de paal heen gedraaid. En hier ook met de opening naar boven. Zodat het niet gaat draaien en dat het blijft vastzitten. Dus ik ga hieronder nog eventjes nu een longeertouw fabriceren. Want ja, dit, hier gaat hij natuurlijk onderdoor. Want het gaat om een veulen. Dus dit werkt niet. Maar deze hangt wat laag. En aangezien de deur dan natuurlijk open is. Ik moet nog even gaan kijken hoe ik dit dan ga doen. Dat hij open blijft. Maar dat kunnen we wel met een... klein halsentuigje doen, dat dit zeg maar zo vast blijft zitten. Anders dan zitten we straks tussen de deur, dat moeten we ook niet hebben. Dus ik denk dat ik dit zo ga doen. En ja, je kunt wel zien, hier zit er echt een stuk lager. Dus dit zit een stuk hoger. Dus ik ga hier nog even eentje onder maken. En hoe ik dat precies ga vastmaken, ik weet het nog niet. Want het is altijd een ding hier, maar dat ga ik jullie zo even laten zien. Oké, ik ben klaar. Dit touwtje hangt nog hetzelfde. Ik heb hier eventjes een halsentuigje omheen gemaakt. Ik denk niet dat deze constructie gaat houden, maar we gaan het zien. Ik heb hier het onderste draadje, maar of dat bovenste draadje, eigenlijk dat witte, maar even naar onder gedaan.
Want dat kwam iets beter uit. Want dan kon ik de longeerlijn hier doen. Want die krijg ik namelijk niet door die gespers heen. Alleen nu zit ik met een probleem. Ik zal het even vanaf hier laten zien. Dat de touw absoluut niet gelijk lopen. Dus ik heb nog wel een onderdraadje en een bovendraadje. Alleen ik ben bang dat ze hier gewoon achter doorheen gaan en dan eroverheen. Maar ja, dat moeten we even kijken. Want hij zit hier nu vrij hoog. Deze longeerlijn. Alleen ik kan hier ook niks anders van maken. Dus of ik moet hier nog even een halstertouw knopen naar beneden. Dat hij hem een beetje samenhoudt. Maar dat zou ik zo even aan Carlijn vragen. Want ik heb hier niet zoveel vertrouwen in, eerlijk gezegd. Dat is de camera. Flesje houdt ze van knuffelen. Wat doe je? Kijk nou, wat een schatje. Ik ben de kantine nog niet uit, want ik word weer belaagd. Door Benji. Die denkt dat ik eten heb. Ik heb niks. Ik heb niks. Ik zal er eventjes de trailer en de vrachtwagen laten zien. Want mijn vader heeft die net helemaal leeg geschept en een nieuw stro ingedaan. Omdat we dus nog wel de paarden van Holzer hier naartoe gaan vervoeren. Dus gewoon stro erin. Papa heeft er lekker veel ingedaan. En een hooi netje daar. En als het goed is, is de klep ook open. Kijk, hier is hetzelfde verhaal. Straks haal ik en Carlijn nog eventjes de binnenschot eruit, zodat we hem tegen de achterwand kunnen zetten. En dan kunnen de merrie en het veulen kunnen hier gewoon samen in. Dus we zijn eigenlijk helemaal klaar om te gaan. Nou, we hebben de trailer even hier neergezet. Want er komt straks een hele grote vrachtwagen. Oh, wat is het stervenskoud. Ja, het is echt heel koud. Dus we gaan nu even kijken of de stallen klaar zijn gemaakt. We hebben alles al namen gegeven, behalve twee. We zitten nog even te denken over twee namen. Dus jullie hebben echt super veel ingestort op Insta, dus we zitten echt alles door te spitten. We kunnen de namen opnoemen die we al hebben. Yes. We hebben voor het hengstenveulentje Halloween. Dat leek ons wel leuk, want hij is zwart. Maar we hebben ook gelezen dat eentje waarschijnlijk nog geschimmeld wordt, dus dan klopt het niet meer. Maar ja, jammer dan. Dan hebben we voor het andere veulen, als het een hengst is, Picasso. En als het een merrie is, Evita. Dan hebben we Quinn, Safari, Lulu, Black Pearl. En dan wordt de naam gewoon Pearl, maar dat is een soort Frieskruising, dus dat is wel erg leuk. Dan hebben we London, Batman, Chica, Mike en Ariel. En we moeten er nog twee. Dus ik zit lekker dicht in beeld zitten. Ja. Oh, hij heeft ze allemaal erin? Dat denk ik wel, ja. Yay! Nou, we hebben al onze halsters. En daar zitten alle paarden in. En die mogen allemaal hier zo staan. En we nemen zelf weer wat mee. Dus we gaan even uitzoeken wat wij van halsters om welk paard moet. Maar dat is altijd even puzzelen. We hebben net vier zethanders opgehaald en ja, naar onze eigen stal gebracht en de merrie met veulen. Nu gaan we het volgende merrie met veulen ophalen, maar dat wordt nog wel een klusje denk ik. Want de merrie is extreem kopschuw en het veulen is daar geboren. En die heeft dus nooit een hals opgehaald of iets. De rest blijft daar voorlopig nog even staan tot we plek hebben. Nou, als het goed is gaan Rio en Indiana weg. Ja. Rio die wordt gekeurd van de week. En
Nou ja, als dat goedgekeurd wordt, dan nemen ze die mee. En we verwachten eigenlijk ook wel dat de mensen van Indiana, ja, die vonden haar ook heel leuk, zijn er 2 keer geweest, dat die haar ook wel meenemen. En we zullen zo even proberen om de paarden op beeld te laten zien. Maar ze staan natuurlijk best wel in de stal en het is best wel donker. Dus ik weet niet of het echt geweldig wordt, maar we kunnen een kleine rondleiding geven. Ze zijn wel iets banger dan we hadden verwacht. Ja. Nou, we zijn inmiddels weer op stal. Hier hebben we Safari, Mama en haar veulentje Halloween. Hé? Safari is echt heel lief. En die lijkt het meest gewend te zijn. Ze is verder heel rustig. En dit is Halloween. Het is een beetje donker, hij is nog wel een beetje bang. Maar ja, daar moeten we gewoon heel veel bij gaan zitten. Zoals jullie kunnen zien hebben heel veel paarden gewoon de 3 laatste cijfers van het, ja, hoe noem je dat? Chipnummer. Van het chipnummer gekregen als naam. Maar we hebben gelukkig wel de chipnummers bij ons, dus we weten wel welk paard wie is. Nou, het is inmiddels 7:45 en we gaan naar huis. De paarden zien er overigens niet verwaarloosd uit, maar zijn wel verwaarloosd geweest. Alleen ze hebben een tijdje even ergens anders gestaan. Aan de hoeven kun je het wel zien, dat zullen we even met daglicht filmen, maar de hoeven zijn echt verschrikkelijk. En ja, wij zijn gewoon heel dankbaar dat we deze paarden weer een tweede kans kunnen geven. En ja, er zit best wel veel werk nog aan, want ze zijn best wel bang. Vooral Quinn, dat is echt heel erg. Dat is de bonte merrie die dus nu nog een veulen heeft. Echt super zielig, maar ja, die ga ik best buiten, mogen niet buiten zitten, want ja, die kan ik niet eens pakken. Dus die laten we gewoon rustig rennen. En wij gaan naar huis. In ieder geval heel bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En doe nog een blauw duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Doeg!